dat de baan heel goed is. Hij is groot en zo, zeker voor een Nederland. Ook het zand is heel hard en ja, het voelt goed om terug te rijden. Dit is pas de vijfde keer dat ik terug mocht rijden en ja, alles gaat goed. Dat ik mij herinner was in Amerika dat ik daar ging trainen. Dat was 2004, dat was januari 2004 toen dat ik daar ben geweest te trainen. En ja, dat is de laatste keer dat ik mij herinner, dus dat is al ja, vrij lang geleden. Ja. Ik denk dat de KTM heel goed is. Ook het team en zo, dat doet zijn uiterste best. En ja, met de 350 ja, voel je wel dat je iets minder koppel hebt momenteel. Ik rijd nog maar helemaal standaard ook. En, ja, ja, ik denk wel dat we de blok goed krijgen tegen het nieuwe jaar. En, ja, ik kijk er zeker naar uit. Ik denk met een 3,5 ben je hier toch wel zeker een voordeel. Ik denk sowieso na een bocht en zo dat je iets meer voordeel hebt. En ook op die grote triple hier zie je wel dat die 250 iets moeilijker hebben.